De wetbelasting over de toegevoegde waarde BTW is gisteren goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Met 26 stemmen voor en 12 tegen. Met de aanwezigheid van NPS-parlementariër Ivan Nildo Plein waren er net voldoende leden in de zaal om de wet in stemming te kunnen brengen. Hij gaf aan dat de NPS onder protest en voorwaarden haar medewerking heeft verleend om voor de wet te stemmen. Obed Kanapé van de ABOP-PL-fractie haalde aan dat zijn fractie achter de 10% staat. De voorwaarden hiervoor is dat enkele belastingverlagende wetten voor 1 januari 2023 worden aangenomen, zodat deze samen met de BTW in werking kunnen treden. Voorzitter, ik zeg bewust samen, want dit is een voorwaarde voor het verlenen van de medewerking. Voorzitter, wij leveren onze bijdrage bij deze, waarbij de twee overige leden van de NPS-fractie, waaronder de fractieleider, bij de stemming niet in de zaal aanwezig zullen zijn, maar ik wel. Ik zal onder protest en voorwaarden meewerken aan deze wet. Dit is een verklaring, zeker motivatie, welke als signaal moet dienen dat wij van de NPS-fractie niet happy zijn met de 10% BTW, maar in het groter belang meewerken. Dank u wel. Omdat wij ook uitkijken voornamelijk naar de implementatie hiervan, wat wij zullen leren van deze 10% welke is geïmplementeerd. En het wordt gedragen door deze regering. De brede schouders, ik kijk naar de ministers hier, de president, de vicepresident. En we hopen dat de samenleving ook helpt meedragen uiteindelijk de resultaten of die uitwerking van deze wet. De NDP heeft tegen deze wet gestemd. NDP-fractieleider Rabinder Permisser zegt dat de aanname van deze wet het leven van medeburgers, met name de lagere inkomensgroepen, ondraaglijker zal maken. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Fractieleider Ronnie Assabina legt uit waarom. Dit tarief van 10% kunnen we absoluut niet handhaven in een tijdperk waar de inflatie rond 50% bedraagt. De invoering van de BTW zal slechts de staatskas laten rinkelen en voor verdere verarming van onze burgers zorgen. In het wetsontwerp is er onnodig veel ruimte geboden voor de minister van Financiën, waardoor willekeur en vertragingen zullen ontstaan bij de uitvoering. Er zijn geen concrete zaken aangegeven wat betreft verschuiving van de belastingsgeving. We zijn een voorstander van BTW, maar niet in deze vorm, voorzitter. Wij hebben met argumenten aangehaald dat het percentage van 10 het tarief bijgesteld kan worden naar beneden, voorzitter. De minister heeft aangehaald, het gaat extra inkomsten in de orde van 2,5 miljard. En we hebben duidelijk aangegeven, voorzitter, dat er andere mogelijkheden zijn binnen de beperkingen en mogelijkheden om dat bedrag ook binnen te halen, voorzitter. En we hebben gezien dat dat niet wordt gedaan. Wat we meemaken in de praktijk is dat parastatalen niet afdragen, voorzitter. En met die belastinginkomsten in de sfeer van loon en omzetbelasting merken we dat directieleden zichzelf koninklijke salarissen en toucheren, voorzitter. En dat kunnen wij niet maken. Wij gaan niet daaraan meewerken, voorzitter. Met het goedkeuren van deze wet is de heffing van omzetbelasting in gevolge de wet omzetbelasting 1997 komen te vervallen. De wet BTW is een initiatiefwet van de regering en is ingediend op 7 juni 2022.